Hallo, welkom bij de presentatie over paragraaf 3.6. In deze presentatie bekijken we de energie die in harmonische trilling zit. Even een korte herhaling over de drie belangrijke energiesoorten die je hebt gehad. Allereerst de kinetische, oftewel de bewegingsenergie, de energie die in een bewegend voorwerp zit. Dan de zwaarte, oftewel de hoogte-energie, de energie die iets heeft omdat een bepaalde hoogte bezit. En tenslotte de veerenergie, waarbij C de veerconstante is. Als harmonische trilling bekijken we de slinger. De slinger beweegt zich tussen de twee uiterste standen. Hierdoor zal het ook iedere keer een bepaalde hoogte bereiken. Als het in zo'n uiterste stand is, is de hoogte maximaal en de snelheid 0. In de evenwichtstand is het net andersom. Dan is de hoogte 0 en is de snelheid maximaal. We gaan dit vertalen naar energie. Hoogte vertalen we naar hoogte-energie en snelheid naar bewegingsenergie. Dus we krijgen voor de uiterste stand en voor de evenwichtstand de volgende uitdrukkingen. Geldt dit ook voor een veer? Ook deze beweegt zich tussen twee uiterste standen, waarbij in de uiterste standen de snelheid 0 is. Bij een veer heb je te maken met veerenergie, dus je kijkt niet naar de hoogte, maar naar de uitrekking van een veer. Deze uitrekking is in de evenwicht stand 0 en daar is je snelheid juist weer maximaal. Dus als we vertalen naar energieën die er zijn, de veer en bewegingsenergie, dan krijgen we weer dat in de uiterste standen bewegingsenergie 0 is en de veerenergie maximaal en in de evenwicht stand is het weer net andersom. Dan is de bewegingsenergie maximaal en is de veerenergie 0. Alles in één plaatje. De energie bij een harmonische trilling verdeelt zich over aan de ene kant de bewegingsenergie, hier rechts, en aan de andere kant de zogeheten potentiële energie, hier links, wat bij de slinger en bij de veer naar buiten komt als hoogte- en veerenergie. De energie is dus dan weer bij de bewegingsenergie aanwezig, dan weer compleet bij de potentiële energie aanwezig. In de tussenliggende tijden heeft de energie van beide soorten een stukje. Hoe groot zo'n stukje is, weet je niet. Maar ook hier geldt de wet van behoud van energie. Dus alles bij elkaar moet iedere keer weer gelijk blijven. Bij de veer en bij de slinger zijn dus beide energiesoorten samen opgeteld altijd eenzelfde waarde. Tot zover de theorie. Nu eerst maar even voor je een voorbeeld. Schrijf eerst de gegevens op die in de opgave staan. Net als bij de vorige keren, probeer het eerst zelf. Dus druk eerst in een pauze en dan ga je stapsgewijs verder. De gegevens heb ik even rood gemaakt. Dus de gegevens zijn: de veerconstante is 5 Newton per meter. De massa is 0,4 kilogram. Ik heb het meteen in de juiste eenheid gezet. En de amplitude is 0,04 meter, ook dit weer meteen in de juiste eenheid. Het antwoord op vraag A is voor amplitude dus rechtstreeks over te nemen uit de gegevens. Je mag als antwoord best in centimeters houden, maar in meters is natuurlijk nooit verkeerd. De trillingstijd kun je berekenen met de formule die je hiervoor hebt gehad. Als je daar alle gegevens invult, kom je uit op 1,8 seconden. Bij B wordt gevraagd de snelheid in de evenwichtstand. Bedenk dat in de evenwichtstand de totale energie gelijk is aan de kinetische energie in de evenwichtstand. Want de hoogte of veerenergie in de evenwichtstand is 0. Vergeet niet om eerst eventjes op pauze te drukken om verder na te denken. De totale energie daar is dus gelijk aan een half mv kwadraat. Dus als je de totale energie nu weet, dan zou je V kunnen berekenen. Maar in de uiterste stand geldt dat de totale energie gelijk is aan de veerenergie. Want immers, in de uiterste stand is de bewegingsenergie 0. Je kunt dus de totale energie berekenen. Die blijkt daar 0,004 joule te zijn. Dus die 0,004 joule is ook gelijk aan de half mv kwadraat in de evenwichtstand. En dus
kun je, omdat je de massa ook weet, de snelheid berekenen. We eindigen met een superhandige formule die je ook had kunnen gebruiken. Voor een veer geldt dat de veerenergie een half keer c keer u kwadraat is. Dus er geldt ook dat de totale energie gelijk is aan half keer c u maximaal in kwadraat, namelijk in de uiterste standen, en u max is weer de amplitude. Dus e totaal is een half keer c keer a kwadraat. Maar voor e totaal geldt ook dat het gelijk is aan een half keer m keer v max in kwadraat, namelijk in de evenwicht stand. Als je die twee combineert, dan kun je een formule eruit halen voor v max. Probeer het eerst zelf even door op de pauzeknop te drukken. Had je dit? Ik hoop van wel. Maar we gaan even verder, want wat was ook alweer de formule voor de trainingsnet van het veer? Herinner je dit nog? In deze formule staat de wortel van m gedeeld door c. En dat is het omgekeerde wat in de formule voor Vmax staat. Dus, wat doen we? Kijk eerst maar eventjes of je dit meteen vat. Als je het snapt, vul dan de wortel in de formule voor Vmax. En dan krijg je dus een nieuwe uitdrukking voor Vmax. Druk eerst weer even op de pauzeknop om zelf uit te vormen wat je krijgt. Je krijgt dan een prachtformule voor V maximaal. Althans, dat vind ik. Maar hoe kun je dit nou onthouden? Dat is niet zo moeilijk. Kijk maar eens naar de formule voor de omloopsnelheid van de cirkelbeweging. Die is bijna hetzelfde. Als je voor R de amplitude invult, dan krijg je de formule voor V maximaal. En zeg nu zelf, je kunt met deze formule veel eenvoudiger onderdeel B van het vorige voorbeeld berekenen. Dit was het weer.